wat leuk dat we weer mogen komen vandaag. Ja, nee, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Wil je even vertellen met wat voor paard ze hier staat? Ja, nou, dit moet je wel herkennen eigenlijk. Nee, dit is Desperado. Mijn allerbeste topper natuurlijk. En ik denk dat hij het ook leuk vindt dat jullie er zijn. Superleuk. Wat voor zadel heb je op liggen? Ik heb een Childeric zadel op liggen. Ik rij hier nu al een aantal jaren mee. Dit is het model DNL. Ja, ik ben geen zadelexpert, maar ik weet wel natuurlijk wat ik prettig vind. En bij dit zadel zijn dat ietsje kortere wrongen. Het is één blad, één beugelriem, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, geen dubbele. Dus dat vind ik lekker, dat je lekker dicht bij het zadel zit. En zoals je ziet, hij ligt er ook gewoon heel mooi op. En het belangrijkste vind ik dat het voor het paard goed is. Dus. Dit zadel werkt met memory foam in plaats van met wol. Ja. Wat voel je daarmee? Of voel je dat echt goed tijdens het rijden? Nou, dat weet ik niet zozeer, maar ik vind het wel heel prettig. Ik heb hiervoor altijd zadels gehad met wol. Ja. En op een gegeven moment vond ik dan toch dat je een beetje scheef ging. Dat vond ik altijd heel vervelend. Dan gingen ze ze opvullen en dan was het nooit meer helemaal zoals je het eigenlijk graag wilde. En ik merk wel met het memory foam dat het gewoon altijd heel stabiel ligt. Dat je niet naar één kant gaat schuiven. Ja. En ik denk ook, het blijft dus ook altijd zo. Ja. Omdat het vormt natuurlijk een beetje en daarna gaat het ook weer terug naar zijn oorspronkelijke status. Tot nu toe vind ik het gewoon super prettig en werkt het ook echt heel goed. Nou, we zijn hier in jouw zadelkamer. Ik zie voornamelijk sprengerbitten. Ja, en, klopt. Jullie frontriemen, super mooi. Ja, vind ik ook. Ja. Welke hoofdstel is van Desperado? Deze. Oh, ja, gaan we opzadelen. Ja, dat gaan we doen. Ik zie dat je bij Desperado een babystang gebruikt, dus met kortere scharen, 5 centimeter. Waarom doe je dat? Ik moet heel eerlijk zeggen, het is niet dat ik heel bewust met kortere scharen rijd. Het enige is, ik ben daar ooit met apartje mee begonnen. En dat vond ik altijd heel fijn. Ik heb best wel veel paarden met kleine mondjes. Dus dat ik vind dan ook nog zo'n lange schaar, vind ik niet zo heel mooi eruit zien. En ik merk gewoon nu, ik heb wel een paar paarden op langere scharen. Ik vind het toch fijner met kortere scharen, omdat je een soort iets snellere inwerking hebt. Dat je, ja, voor mijn gevoel is een lange schaar vertraagd soms een beetje. Dus ik vind het gewoon prettiger met een korte schaar. Ik zie dat je ook nog een ogilvie pad gebruikt. Ja, klopt. Wat doet dat voor jouw paard? Ik rijd niet alle paarden met de ogilvie pad. Desperado eigenlijk meestal wel. Bij hem vind ik het gewoon fijn omdat het iets meer opvult, zeg maar, tussen het zadel en zijn rug. En ik merk het is gewoon geeft iets meer demping dan bijvoorbeeld een bondje. De ogilvie pad zorgt voor 42% meer schokdemping. Het is dus heel zacht. Hij is bereikbaar in de kleuren blauw, zwart en wit. En we hebben ook nog een losse hoes. Zodat je op wedstrijd kan wisselen van zwart naar wit. Dit is een jong paard, hè? Wat voor een bit gebruik jij meestal bij jonge paarden? Ja, dit is echt nog een jonkie. Die is eigenlijk net zadelmak. Oké, die zijn natuurlijk al wel door Jeroen veel gelongeerd. Dus ze kennen echt al wel een beetje de druk van het bit en een beetje van het bijzetje. Maar dus nu ben ik hem eigenlijk net gaan rijden. Ik rijd dan graag met een bustrensje of een D-trens. Dat ligt vaak iets stabieler in de mond. Waar je heel goed op moet letten met jonge paarden. Sowieso eigenlijk met bitten, dat je niet te brede bitten hebt. Dus hoe breder, hoe meer ze natuurlijk ook kunnen verschuiven. Hoe meer wrijving je kan krijgen. En een D-trench of een bustrench is gewoon prettig omdat het lekker stabiel ligt. En dit is dan een dubbel gebroken bitje, vind ik ook vaak fijner. Maar dat is meer een beetje een gevoelskwestie. Enkel gebroken kan ook prima zijn. Je rijdt met een onderlegtrem, zie ik. Doe je dat bewust? In dit geval wel bewust. Het is gewoon een paard met een heel klein koppie, klein bekkie. En dan vind ik het gewoon ook mooi staan. Niet van die enorme grote ringen. Oké, het mag ook. Dus, Je ziet ook dat het eigenlijk wat mooier past bij dit paard. Want hij heeft net wat meer ruimte over bij de neusriem. En zo gaat het wit ook niet schuren aan de zijkant van de mond van het paard. Ja, dat vind ik zelf ook prettig, dat je niet snel plekjes krijgt of dat er velletjes tussen komen. Oké, dit is natuurlijk ook nog een anatomisch gevormde neusriem.
Dus dan heb je sowieso denk ik iets meer ruimte ertussen. Maar ja, het is gewoon belangrijk dat het allemaal wel goed past.